De Facebookpagina Amstelveen, zoals het vroeger was. Binnen enkele maanden 4401 likes heb je binnengehaald. Je bent ermee begonnen. Waarom eigenlijk? Uh, ja, het is mijn hobby. Fotografie is mijn hobby. En geschiedenis vind ik heel interessant. En dan met name de, de geschiedenis van Amstelveen, natuurlijk. En ik dacht, ik moet daar wat mee. En uh, ik denk, ik, ik ga een paar foto's erop zetten van, op Facebook. En in één keer ging dat lopen en die kreeg lucht van en die en die. En, en voor ik het wist zat ik uh, op de paar honderd. Je bent een veertiger, dus je hebt niet al die foto's zelf gemaakt. Uh, waar haal je ze allemaal vandaan? Uh, heel veel kun je op het internet vinden. Uh, zelf lobby ik heel erg veel. Ik, ik fiets overal naartoe, ik ga bij bedrijven naar binnen. En met name dan oude bedrijven die al heel lang in Amstelveen zitten... Want die hebben natuurlijk dat soort foto's. En, uh, en het is ook een bepaalde generatie die die foto's heeft. Want eigenlijk mijn generatie die heeft die foto's niet zo. Want toen ik 16 was of 15 was, nou dan hebben we jaren 80. Waarom zou je daar foto's van maken? Dus uh, ik moet het echt van de oudere generatie hebben en oude bedrijven. Uh. En, en dan heb je ook nog de beeldbanken. Uh, daar, daar kun je ook heel veel foto's uit, uit weghalen. Uh, alleen moet je wel heel erg oppassen met de rechten uh, want die op foto's uh, zitten natuurlijk. Ik zag, je hebt voornamelijk gebouwen inderdaad altijd. Maar ik, ik zag ook een, uh, een foto van onze oude trouwe Willem, de politieagent, langskomen. Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk uh, het liefst zo min mogelijk mensen uh, op Facebook zetten. Want uh, je hebt ook nog zoiets als portretrecht. En niet iedereen wil met zijn gezicht natuurlijk... Uh, op de foto uh, of op Facebook. En, uh, maar ik denk dat Willem P., uh, Willem uh, Brabebe, zoals die heet, uh, toch wel voor heel veel mensen een bekend figuur was in Amstelveen. Wat is jou uiteindelijk, of heb je een doel met deze pagina? Nou, eigenlijk. Eh, het, is, het, is, het is een, een hobbypagina. Ik, ik krijg er niks voor. En ik hoef er ook helemaal niks voor. Het is puur uh, nostalgie. En uh, ik, ik heb zelf heel erg uh, veel schik in oude foto's. Ik kan daar echt uren naar kijken met mijn uh, vergrootglas. En het uh, is ja, een doel, nee, zoveel mogelijk mensen bereiken en, en dat anderen daarvan kunnen genieten ook.